welkom bij deze nieuwe video. Jullie hebben natuurlijk allemaal de titel gelezen van deze video. Een oogschaduwpalet kiest mijn look. Dus je zult wel denken, huh? Er is nou een soort van trend waarin iets of iemand steeds je make-up look kiest. Dus of mijn volgers kiezen mijn make-up look, mijn dieren kiezen mijn make-up look, Siri kiest mijn make-up look. Dat is nou een beetje gaande. En ik heb hier dus een oogschaduwpalet die mijn ooglook gaat uitkiezen. En dat is dit paletje van beautybay.com. Voor de mensen die Beautybay niet kennen, Beautybay is een make-up website uit Engeland, dus hier in Europa. En dat is super fijn voor ons, want hun verkopen heel veel make-up die we anders niet zouden kunnen krijgen in ons land, oftewel ook gewoon in Europa überhaupt. Want heel veel make-up merken, zoals jullie weten, komen uit Amerika en het kost of super veel verzending om het naar hier te krijgen, of er is gewoon geen optie om het naar hier te verzenden. En Beautybay heeft dus heel veel van dat soort merken gewoon voor een normale prijs qua verzending die je gewoon dan kunt bestellen voor Nederland. Enig nadeeltje is wel, ze hebben daar geen iDeal, dus je zult moeten betalen met PayPal of creditcard. Ik betaal altijd met PayPal. En deze webshop is dus nou uitgekomen met hun eigen 3 oogschaduwpaletjes. En dit is er eentje van. Deze heet Identity. En ze hebben nog 2 andere. En deze die ik heb is het meest kleurrijk, want ik hou altijd van kleurrijke make-up looks. Dus ik heb deze gekozen. Nou, ben je benieuwd naar deze video en hoe dit paletje mijn oogschaduwlook gaat uitkiezen? Blijf dan gewoon vooral even kijken en vergeet niet dat te liken en te abonneren. Nou, zoals je kunt zien is het paletje super groot. Dit is de verpakking. Zo komt hij dus binnen bij jou. En hij is cruelty free. Dus ze hebben niet getest op dieren. En de verpakking is heel mooi. Zo een beetje blauwachtig. Beetje holographic-achtig. Heel erg mooi. Wat ik ook erbij heb gekregen zijn deze stickers. Super leuk. Ik weet niet echt precies wat ik ermee ga doen. Dus ik denk dat ik ze gewoon random op het paletje ga plakken, want dat is wel leuk. En zo ziet het paletje eruit. Hij is gewoon mat zwart en deze kleuren zijn wel weer die holographic kleur van de verpakking. En hierachter staat gewoon wat informatie over het paletje. Nou, en dan als je het openmaakt zie je een hele grote spiegel en je hebt hier alle kleuren. Dit zijn super veel kleuren. Dit is echt niet normaal. Dit zijn 42 oogschaduwkleuren. Dit paletje is 28 euro. Is niet het meest goedkope paletje, maar je hebt wel super veel kleuren ervoor. Dus in dat opzicht is het wel weer betaalbaar. En zoals je kunt zien heeft elke rij een nummer. Het gaat van nummer 1 tot en met 7. En dan hier aan de zijkant staat waarvoor alles is. En dan bovenaan heb je de base. Dus dat is de kleur die je als basis gebruikt op je oog. Je hebt de kleur transition en die gebruik je dan vaak in je arcadeboog. Dan heb je de crease kleur, die gaat ook altijd in de arcadeboog, maar dan een beetje eronder. En dan heb je de rij liner, dus die kleuren kun je een beetje als eyeliner gebruiken. En daaronder heb je pop, dus dit zijn wat poppende kleurtjes voor op je ooglid, en allemaal glitterkleuren. En daaronder heb je de highlight kleuren, die zijn handig voor onder je wenkbrauw, maar die mogen natuurlijk ook gewoon of op je ooglid of in de binnenste ooghoek. Nou, dit paletje is dus zo gemaakt dat je dus met elke rij 1 ooglook kunt maken. Dus dit is 1 ooglook, dit en zo gaat het gewoon maar door. Je kunt natuurlijk de kleuren gewoon gebruiken zoals je zelf wilt. Je hoeft je echt niet per se aan die rij te gaan houden. Maar ik ga dat dus in deze video wel doen. Dus dit oogschaduwpaletje kiest mijn look. Want hun hebben al de looks klaargezet voor mij. En ik wil me daar gewoon echt ook aan gaan houden. Dus ik ben benieuwd hoe het dan wordt als je er gewoon aan houdt. Nou, ik heb de basis op mijn gezicht al aangebracht. Ik heb al foundation op, poeder en dat soort dingen. Alleen nog geen blush, bronzer en die dingen. Dus die komen pas naar de ooglook. Nou, ik heb hier dus alle rijen. Omdat het dus zoveel kleuren is en ik niet maar 1 rij wil gebruiken en aangezien ik 2 ogen heb, wil ik dus elk oog een ander look doen. Dus ik pak 2 rijen. En het was echt heel moeilijk om uit te kiezen welke 2 ik wilde gaan doen, want alles ziet er zo mooi uit. Maar ik heb dus besloten om op 1 oog het naturel te houden en op het andere oog wat feller. Dus ik ga eerst rij 1 gebruiken voor mijn linkeroog, want dit zijn een beetje naturel kleuren. Beetje warme bruine kleuren en goud voor een meer naturel look. En de meest aparte rij vind ik rij 7, omdat je hebt hier een beetje deze groene felle kleur die mij echt als eerste opviel en deze kleur daarnaast. Dus ik wil deze rij op het andere oog gaan doen. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit wordt en hoe dit paletje werkt. Dus ja, ik ga dit gewoon eventjes doen. Ik ga eerst mijn ogen primen met mijn W7 I Got The Power Eyeshadow Primer, zoals ik altijd doe. En ik pak dan eerst deze eerste kleur, dat is de base. En die doe ik zo op mijn hele ooglid als basis. Dan pak ik de tweede kleur, deze iets meer bruine kleur. En dit is de transitiekleur, dus die ga ik gebruiken in mijn arcadeboog als transitie. Hij is wel vrij donker, normaal begin ik eerst met een iets lichtere kleur. Nou, de kleur is heel mooi, er komt ook gelijk heel veel vanaf.
Ja, deze kleur blendt al heel mooi uit. Ik heb hier niks op aan te merken. Dan pak ik de derde kleur. Dat is dus deze meer paars-bruine kleur. En dit is de crease kleur. Dus met dezelfde kwast ga ik die ook in mijn Acaraboog doen. Maar ik blijf een beetje onder die andere kleur. En ik focus me vooral op de buitenste ooghoek. Ook deze kleur is weer heel mooi. Hij blendt ook heel mooi. Hij is best wel paars. Ik had hem niet zo paars verwacht. In het paletje lijkt hij iets meer bruinig. Maar als je hem aanbrengt is hij toch wel iets meer paarsig. Ik vind hem er heel mooi uitzien. Nou, wat ik wel een beetje apart vind in het paletje is dat je eerst komt bij de liner en dan pas bij de pop. Terwijl ik doe altijd eerst mijn ooglidkleur en daar overheen de liner. Dus ik vind het apart dat ze dat zo hebben gedaan. Want de meeste mensen doen het ook gewoon op de manier zoals ik doe. Dus dat ga ik nou ook gewoon doen. Ik pak eerst deze kleur, de popkleur. Deze is heel mooi goud en die doe ik op mijn ooglid. En ik maak mijn kwast weer nat met setting spray, like always. Oh, kijk dan hoe mooi. Dit is echt heel mooi. Zo'n paletje die jou vertelt wat je moet doen is ook wel handig. Want dan hoef je niet iedere keer alles maar te verzinnen. En allemaal kleuren te moeten combineren in je hoofd. Nou wordt gewoon verteld van kijk, dit, dit en dit. En dan hoef je niet zoveel na te denken. En ook gewoon als je een beetje uit je comfortzone wilt gaan. Want ook al weet je wel welke kleuren bij elkaar staan. Veel mensen zijn toch geneigd om altijd dezelfde kleuren te pakken. En nou word je een beetje gedwongen om het een beetje te mixen. En dan met de fluffy kwast van net. Ik heb er verder niks meer opgedaan. Ga ik even deze twee kleuren in elkaar blenden. Het fallout is echt minimaal. Bijna niks eigenlijk. Dan pak ik een kleine schuin afgesneden platte kwast. En dan ga ik de liner aanbrengen. Dat is dus deze bruine kleur. En die ga ik gewoon aanbrengen. Ik maak niet een hele wing. Ik breng het gewoon alleen aan op de wimperrand. Deze spiegel is ook echt huge. Deze is echt super groot. Ja. Nou, de wing zit erop. Nou ga ik verder onder mijn ogen. En voor onder mijn ogen ga ik de transitie en de crease kleur pakken. En die twee ga ik zo op mijn onderste wimperrand doen. En ik begin eerst met de transitiekleur. En dan pak ik de crease kleur. En je moet er ook echt voor zorgen dat je het hier met elkaar connect met de rest van de oogschaduw. En dan pak ik de laatste kleur, de onderste glitterkleur. En dit is de highlight kleur. En die kleur doe ik hier in mijn binnenste ooghoek. En met een penseelkwastje doe ik het ook een beetje onder mijn wenkbrauw. Niet te veel, want ik vind de kleur eigenlijk iets te donker voor onder mijn wenkbrauw. Maar ik vind het wel mooi als het daar een beetje is gehighlight. Nou, zoals je kunt zien zijn de kleuren echt super mooi. Het is echt heel mooi. Het blendt mooi. De pigmentatie is mooi. Er is geen fallout. Echt, het is gewoon een en al mooi. Oké, ik ga straks ook nog mascara doen aan nep wimpers. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik eerst even beginnen aan het andere oog. En daar ga ik dus rij 7 voor gebruiken. En dan pak ik weer als eerste deze kleur, de base kleur als basis. En dit breng ik aan op een hele ooglid. Deze is wel vrij donker als basis. Maar ik ga het toch gewoon doen. En dan pak ik de kleur eronder. Deze is iets donkerder bruin. En dit is de transitiekleur. En die ga ik ook weer doen in mijn Acaraboog. Dan pak ik die kleur eronder weer. Deze is nog donkerder bruin. En dit is de crease kleur. En die ga ik ook weer doen in mijn Acaraboog. Maar ik blijf ietsje eronder en iets meer in mijn buitenste ooghoek. Deze kleur lijkt wel echt gewoon donkerbruin en niet paars zoals de andere look. Dus ik hoop dat die op mijn oog ook gewoon echt bruin gaat zijn. Kijk, die kleur is wel meer bruin. Die is meer bruin en die is meer paars. Ik dacht dus dat deze kleur meer zo bruin zou zijn. Maar deze is dus iets meer paars. En deze is iets meer bruin. Oké, omdat dit oog dus de meer Instagram look was. De iets meer heftige look. Ga ik hier een cut crease maken. Ik maak een halve cut crease tot aan het midden. En ik blend het een beetje uit aan de buitenkant. Nou, de halve cut crease is gemaakt. Ik heb daarvoor mijn Catrice Liquid Camouflage Concealer gebruikt in de kleur 020. Nou, en dan precies als net. Ik begin weer eerst met de popkleur. En dan ga ik terug naar de liner. Dit is dus een hele mooie, een beetje een blauwige kleur, een beetje blauw-paarsig. Hij lijkt in ieder geval heel mooi, dus die ga ik doen op mijn hele ooglid. Oké, mensen, mijn camera viel weer uit en ik had weer niks door. Oh my god. Wat jullie nou hebben gemist is dat ik deze popkleur heb aangebracht op mijn hele ooglid. Hier zit hij dus. Wat ik dus aan het vertellen was en die niet heeft opgenomen, is dat de kleur mij een beetje tegenviel. Het is echt de popkleur, dus ik verwacht ook echt dat hij echt popt. Maar dat doet hij echt totaal niet. Hij is best wel saai. Ja, hij glittert niet echt. Hij is ook niet echt metallic. De glans, ja, ik vind de glans gewoon niet genoeg en ik vind hem gewoon niet heftig genoeg. Ik vind de kleur wel echt heel mooi. Het is een beetje een blauw-paarse kleur. Het is een vrij aparte kleur. Zo'n kleur zie je niet in veel paletjes. Dat vind ik wel goed, maar ik had gewoon gewild dat hij iets meer, ja, zou poppen. Ik pak nou een beetje van de transitiekleur, die bruine kleur. En daarmee ga ik even de hoeken een beetje uitblenden. En dan pak ik de liner kleur, deze donkerbruine. Ik vind die het mooiste van al die kleuren, omdat die het donkerste is. En ik gewoon hou van een donkere eyeliner. Ik heb een platte schuin afgesneden kwast, zoals je kunt zien. Die heb ik nat gemaakt. En ik ben nou gewoon die kleur zo hier
bij mijn wimperrand erin aan het drukken. Ik ga weer een beetje meer aanbrengen van die blauwe kleur, omdat door al het geblend is het een beetje weggevaagd. En dan pak ik weer de transitiekleur en de crease kleur, deze is allebei. En ook die ga ik aanbrengen op mijn onderste wimperrand. Ik ga eerst beginnen met de lichtste kleur en dat is de transitiekleur. Oh, en voor de mensen die mijn vorige video niet hebben gezien, ik film nou met een nieuwe camera. Dus de kwaliteit is echt een stuk beter. Dus ik ben er echt super blij mee. Want ik was nooit echt 100% blij met de kwaliteit van die andere camera. En nu ben ik eindelijk blij en heb ik eindelijk gewoon wat ik wou. En dan de leukste kleur van deze rij. Deze groene highlight kleur. Dit is echt een hele aparte kleur. Hij lijkt mij echt heel erg mooi. Ik hoop dat hij niet tegenvalt. Want die blauwe viel dus wel een klein beetje tegen. Ik heb mijn kwast weer nat gemaakt. En ik ga deze kleur in mijn binnenste ooghoek doen. Bij dit oog. Wauw, deze kleur is heel mooi. Kijk hoe groen die is. Dit verwachtte ik ook van die blauwe kleur. Deze vind ik echt heel erg mooi. I like it. Ik doe ook best wel veel, want ik wil dat het gewoon echt opvalt. Hier had ik maar een beetje gedaan. Maar van deze kleur wil ik echt dat die opvalt. I like it a lot. I like it a lot. Deze lens kan niet inzoomen, dus ik moet letterlijk gewoon helemaal over mijn bureau heen buigen om een beetje in te zoomen. Maar dit is dus de andere look. Ik vind hem echt heel mooi geworden. Allebei de looks zijn heel erg mooi. Het is een beetje apart nou om te zien dat ik twee kleuren ogen heb. Dat is echt heel apart, maar I like it. Oké, dan ga ik nou even de rest van mijn gezicht afmaken en ik ga mascara doen en nep wimpers. En dan kom ik zo weer bij jullie terug. Oké, nou ik heb nep wimpers op. Dit zijn gewoon 3D mink lashes van de AliExpress. Ik heb ook de rest van mijn gezicht afgemaakt. Op mijn lippen heb ik de L'Oreal Lip Paint in de kleur Dead Lips. Nou, ik vind allebei de looks heel erg mooi. Deze is echt alvast meer naturel en alledaags. En dit is meer kleurrijk, meer voor een feestje of voor Instagram is dit ook allemaal heel leuk. Dus ja, wat vind ik van dit paletje? Nou, ik heb dus echt heel veel kleuren gebruikt. Ik heb heel rij 1 en heel rij 7 gebruikt. Dat zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 keer 2, 12 kleuren. Dus ik heb best wel veel kleuren gebruikt. Ik vond in principe alle kleuren gewoon goed en prima en super mooi. Behalve deze blauwe kleur. Dit was de enige die een beetje tegenviel. Ik vind hem uiteindelijk gewoon wel mooi op mijn oog. Maar ik had hem gewoon iets heftiger gewild. Ik ben ook echt heel erg benieuwd naar deze fel geel-gouden kleur. Kijk even hoe mooi. En deze rode kleur. Er zijn echt zoveel mooie kleuren in deze paletjes. Er zijn er dus 3. En dit is de meest heftige, de meest kleurrijke. Dus als jij meer van naturel houdt, kun je beter een van de andere 2 pakken. Maar ik vind de kleuren echt heel erg mooi. Ik vind het ook super leuk dat ze jou vertellen hoe je gewoon een hele ooglook kunt maken met 1 rij. Dus ik ben in principe vrij positief over dit paletje. Nou, dit was dan de video over dit paletje. Ik vond het echt super leuk om te doen. Ik heb nog nooit een make-up look gemaakt met 2 verschillende ooglooks. Ik vond het echt heel leuk om dit te doen. Ik ga zeker de andere kleuren ook zeker gebruiken. Mocht je die looks nog willen zien, volg me dan vooral op Instagram. Want daar komen al mijn make-up looks op. Dus zoals ik ook al zei, je hoeft je echt niet per se te houden aan die rij. Je kunt ook gewoon allemaal verschillende kleuren door elkaar mixen. Ik had al een aantal reviews gezien over deze 3 paletjes. En daarin gebruikten mensen ook gewoon de kleuren door elkaar heen. Dus who cares? Maar ik vond het gewoon leuk om me aan die rij te houden. Want dat doe ik normaal nooit. Dus ik vond dat wel leuk om te doen. Ik raad dit paletje dus echt zeker aan. Vooral omdat je zoveel kleuren krijgt. Het bedrag is dus 28 euro. Je hebt volgens mij dan geen verzending vanaf dat bedrag. Als ik het goed zeg. Maar ik had toen ook nog een fixing spray erbij besteld. Dus misschien dat het daaraan lag. Maar als je wel verzending moet betalen is het maar 3,95 euro. Dus ook dat is gewoon echt heel betaalbaar. Ik vind dit dus echt een heel erg mooi paletje. Nou, vond je de video leuk? Vergeet vooral niet te liken en te abonneren. Laat ook een leuke reactie achter. Zo kan ik ook een beetje interactie hebben met jullie. Nou, dan hoop ik jullie weer snel te zien bij de volgende video. Doeg! Oké, ik ga dus deze stickers ook nog even op dit paletje plakken. Kijk hoe leuk, ik heb alles gewoon opgeplakt. Nou is mijn paletje toch een beetje anders dan de rest.